Hi, welkom bij een nieuwe video. Ik ben Cameron, ik ben gymassadeur en vandaag ben ik in Amersfoort om gesprek te houden met Susanne en Wilma over gym en wat gym eigenlijk betekent. Dus hopelijk vinden jullie het leuk gesprek. Let's go! Nou, Susanne, stel jezelf voor. Ja, ik ben Susanne de Ruig en ik ben hulpverlener, systeemtherapeut. En 4 jaar geleden begonnen bij een jeugdzorgorganisatie en toen gingen we werken met gym. En sinds een jaar heb ik ook samen met Levi de stichting gym opgericht. En gym raakt me op heel veel verschillende manieren. En wat bedoel je met raken? Ik vind dat de gym de jeugdzorg heel veel te bieden heeft. Het gedachtegoed van gym. Ik denk dat hulpverleners daar heel veel te leren hebben. En ik vind het persoonlijk als mens ook wel best wel veel. Het gaat veel over lagen die je in jezelf hebt. Het gaat over hulp durven vragen, hulp durven aanbieden. Zien wat voor effect dat heeft. En gym is volgens mij een persoonlijkere manier van met mensen omgaan, met elkaar weer omgaan. En toen dacht ik, ik moet zelf terug naar vroeger. En ik wist het wel, maar ik heb het een beetje steeds buiten boord gehouden. Want ik dacht, ja, ik ben professional en ik zit te trainen en als hulpverlener. En toen dacht ik, nee, gym is echt persoonlijk. En mijn drijfveren zitten daar ook bij wat ik heb meegemaakt en wat ik moeilijk vond of wat ik prettig vond. Toen dacht ik, ga ik zeggen dat ik eigenlijk toen ik 14 was, dat zij mijn gym geweest zou zijn. Oké, dus je hebt vandaag je tante gevraagd om te komen. Oké, zou je jezelf willen voorstellen? Ja, ik ben Wilma. Ik ben de zus van Susanne's moeder. Susanne ken ik natuurlijk vanaf haar eerste dag. En is heel veel bij mij geweest toen wij een kindje kregen. En ik had graag daar Susanne's gym willen zijn. En ik vind het een prachtig... mooi project om daarbij betrokken te zijn. Oké, dus u zou kunnen zeggen dat u de gym was van Susanne in die tijd? Ja, dat had een mogelijkheid kunnen zijn, denk ik. Ja, ja, ja. Nou, Susanne, wat betekent gym nou eigenlijk? Wat betekent het voor jou? Wat betekent het voor de mens? Ik denk dat gym betekent dat we in deze individuele maatschappij en ook ik als professional zeg dit even, hè, vanuit de jeugdzorg, dat we als professionals te veel denken dat iets goed moet zijn, naar lijstjes kijken en te veel naar objectieve waarheden. Terwijl relaties en liefde en familiebanden, die zijn veel sterker. Die kun je niet professionaliseren. En ik denk dat gym die weer terugbrengt in het professionele werk nu in de jeugdzorg. En ik zie het gebeuren. Ik heb het zelf gezien. Ik heb zelf... in het begin wist ik niet eens wat ik vroeg. Ik vroeg om een gym en ik zag in één keer een opa aanschuiven of een buurvrouw. En ik heb echt regelmatig gedacht, mijn hemel, wat gebeurt hier? Ik zag dat gesprekken anders liepen. Ik zag dat een gesprek dat eerst die kant op ging met deze persoon aan tafel in één keer die kant op ging. Dus ik dacht, wat is dit? Hier moeten we meer van doen. Dus bij gym is het heel belangrijk dat er... goede connectie is tussen de gym en de persoon zelf. Ja, en dat sommige dingen niet professioneel zijn op te lossen. En op zijn minst dat er meer relatie, de relaties die er al zijn, dat je die moet includeren. Dat je die niet daarbuiten moet houden of vanuit je professionele blik moet gaan bekijken. Nee, trek ze erbij, kijk dan wat er gebeurt en wees dan ook die professional, maar wel terwijl je eerst... organiseert dat iedereen daar is die ertoe doet of die invloed heeft of die belangrijk zou moeten zijn. Ik heb gelezen dat er binnenkort een gymdag komt ook. Mm-hmm. En wat kan ik verwachten? Want ik kom natuurlijk ook om te kijken. Dus wat zou daar zijn? Wat zou daar zijn? Nou, we hebben een dag proberen te maken voor iedereen. Dus voor professionals die ervan kennen en die er nog niet van gehoord hebben en die echt denken, goh, wat is dat? We hopen ook echt dat er veel ouders of gyms of aanstaande gyms en jongeren naartoe komen. En we willen echt eens een keertje niet die jeugdzorg alleen maar voor professionals en een beetje zo saai en suf. We willen echt een dag maken waar iedereen denkt van ja, het gaat om onze jongeren, om onze kinderen. Wat vinden we er eigenlijk van? En hoe gaan we dat doen? En hoe willen we dat het gaat? Echt meer samen met elkaar door wat muren heen breken. Om gezamenlijk een nieuwe visie te organiseren. En we hebben natuurlijk een mooie meneer uitgenodigd, Ben Tichelaar. Die gaat praten over persoonlijk leiderschap. Omdat gym ook over persoonlijk leiderschap gaat. Kan ik mezelf leiden
als professional en als mens, de Jim, hoe kan die zichzelf leiden? Hoe iedereen, als iedereen een soort van leider is van zichzelf, dan kun je hele mooie samenwerkingen creëren. Hele mooie Jim-introductie. Nou, dit was het gesprek. Ik hoop dat jullie wat van hebben geleerd, of meer over Jim hebben geleerd en et cetera. Ik hoop dat jullie allemaal 6 maart komen. Jullie zijn van harte uitgenodigd om meer te leren over Jim. Jullie kunnen mij volgen op social media, overal Cameron K. Sanju. En waar zouden ze Jim kunnen volgen, Susan? Facebook, Twitter, Instagram, @JimAanpak. En onze website, jimwerkt.nl. Helemaal mooi. Vergeet niet de video te liken, te delen, te share, whatever, doe het. Deel het met je oma, deel het met je hond, deel het met iedereen. Je kan dit. En dan zie ik je weer bij de volgende video. Doei doei!